En daarvoor zit bij ons Johan Verbraken, medisch coördinator van het slaapcentrum in het UZ Antwerpen. Goedemiddag, dokter. Is dat een goed idee om een zogezegd rustige nacht door te brengen op een velbed tussen vreemd volk met muziek? Als het ware vloeken in de kerk. Ik denk niet dat dat echt compatibel is met een goede slaapomgeving. Maar de muziek zelf natuurlijk kan wel sommigen tot rust brengen. Het leidt ook een beetje af natuurlijk van de dagdagelijkse sleur. Misschien voor sommigen dat het toch een oplossing is. Ja. En wat is eigenlijk goed slapen? Wanneer kan je zeggen, die mens slaapt goed? Ja, het is gemiddeld een slaapduur van 7 à 8 uur voor een gemiddelde volwassene. Maar je hebt uiterste, je hebt kortslapers, langslapers. Maar in feite, individueel bekeken, is het die hoeveelheid slaap die ervoor zorgt dat je voldoende goed uitgerust wakker wordt, dat je fris bent, dat je zonder hulpmiddelen de dag kan doorbrengen, dat je geen koffie nodig hebt om je op te peppen, dat soort zaken. Ja. En dat moet niet in één trek zijn, of liefst wel? Bij voorkeur wel in één trek, maar een enkele keren wakker worden op zich hoeft nog geen probleem te zijn, maar het kan wel ja, toch de kwaliteit van de dag beïnvloeden. Voor veel mensen is het zo, eens te slapen is er geen probleem, maar om in slaap te geraken, dat is voor velen moeilijk. Zijn er daar trucjes voor? Kan bijvoorbeeld muziek daarbij helpen? Ja, we adviseren in ieder geval om de gekende slaaphygiënische maatregelen zo goed mogelijk toe te passen. Slaaphygiënische maatregelen. Dus gezond eten, leven, drinken, bewegen, gewoon normaal doen. Zodanig dat de slaap zelf en het inslapen niet wordt verstoord. Dat betekent ook buiten komen, lichtblootstelling, regelmaat, zo weinig mogelijk koffie gebruiken, geen alcohol voor het slapen, dat soort zaken die eigenlijk iedereen wel kent. Mm. Ontspanning nemen natuurlijk, op alle mogelijke manieren. En dus muziek kan daar ook in sommige gevallen bij helpen. Ja, maar voor het slapen gaan zeker en vast geen grote activiteiten of inspannende activiteiten uit? Nee, geen zware sport, fysieke inspanningen. Omdat dat de bloeddruk doet stijgen, het hartritme neemt daarmee toe. En dat helpt uiteraard niet om vlot in slaap te vallen. Nee. Dus het mag wel, maar dan liever toch vroeger op de avond. Ja. Maar zo 's avonds in je bed, dan zit je ook soms te piekeren voor wat er morgen gaat komen of wat er in de dag gebeurd is. Hoe kan je dat tegengaan? Zijn er daar trucjes voor? Wat ik heel sterk benadruk bij patiënten dan, die met deze klachten komen, is dan een dagboekje bij te houden om de eigen gedachten af te schrijven, zodanig dat dat wel genoteerd staat, dat men dat niet kan vergeten, maar dat men toch de geest wat kan vrijmaken, zodanig dat de focus kan gelegd worden op makkelijk in slaap geraken. Ook een douche nemen bijvoorbeeld vind ik wel een ultieme tip die vaak ook wel helpt om beter in slaap te geraken. Mensen nemen ook wel veel slaapmiddelen in Vlaanderen. Dat is ook iets wat gebeurt. Is dat een goed idee? We zijn geen absolute tegenstanders van slaapmiddelen, maar ook geen fervente voorstanders. Dat slaapmiddelen eigenlijk maar tijdelijk een gedeeltelijke verbetering kunnen geven. Treedt na enkele weken, 3 weken al gewenning op dat men meer nodig heeft en verslaving dat men niet meer zonder kan. En uiteindelijk de slaap die wordt bekomen is niet per se beter. Vaak ook nog oppervlakkige slaaponderbrekingen. Maar men weet het niet meer achteraf dat men zo vaak is wakker geweest. Dus het is eigenlijk een soort bedrog van de geest. Maar de reële slaap is niet per se beter. Ja. Slapen, dat of goed slapen of slecht slapen heeft sowieso een invloed op de algemene geestesgesteldheid en ook op je gezondheid. Welke problemen kan je krijgen als je slecht slaapt? Ja, de klachten natuurlijk kunnen optreden. Vermoeidheid, slaperigheid, dat zijn de klassieke gevolgen. Maar op wat langere termijn zien we bijvoorbeeld meer kans op hoge bloeddruk, op allerlei hart- en vaatziekten, meer kans op diabetes, op beroerte ook. Dus allerlei zaken die eigenlijk zorgen dat je daar toch wel belangrijke gevolgen door kan krijgen, dat je er ook niet vrolijk van wordt, in ieder geval. En voor mensen waarvoor het slapen of het tot rust komen niet echt goed gaat, zou je het evenement van volgende week in de kathedraal misschien toch aanraden? Niet per se om te slapen, maar om even de drukte van alle leven even weg te duwen. Het kan zeker een ontspannend moment zijn. Even een mogelijkheid om uit de dagdagelijkse sleur te treden. Men zegt ook vaak muziek verzacht de zeden. Dat is misschien niet echt van toepassing nu in het kader van de slaap.